De bewonersorganisatie van Laakhavens heeft het initiatief genomen om een congres te organiseren om de kennis en ervaringen van bewoners uit te wisselen en de krachten te bundelen. Doel is om afspraken te maken over een betere samenwerking in en met de wijk. De bedoeling is dat de wijkbewoners en de professionals rondom de wijk, met name instellingen van zorg en welzijn in de gemeente, bij elkaar komen. En uiteindelijk ook met elkaar afspraken gaan maken hoe ze het komende jaar dichter bij elkaar gaan komen. We zijn erachter gekomen met elkaar dat de samenwerking tussen bewoners en instellingen in en rond de wijk gewoon niet optimaal is en dat moet beter worden. Na een aantal inleidingen van deskundigen gaan instellingen en organisaties in gesprek met wijkbewoners om informatie uit te wisselen, maar vooral om afspraken te maken. Uiteindelijk is de bedoeling dat we op het congres met elkaar gaan delen dat het belangrijk is dat we komend jaar aan de gang gaan. En dan gaan we in groepjes uiteindelijk gaan we afspraken maken om het komend jaar zaken met elkaar op papier te gaan zetten. En waar we uiteindelijk elkaar aan gaan houden, zodat er ook uiteindelijk echt beter samengewerkt gaat worden. Het congres zal plaatsvinden op 4 november in het buurthuis van de toekomst aan de Jan van Beerstraat in Laak. Deelnemers kunnen zich melden via een e-mailadres.